Toen kwam ik tot het inzicht dat ik al bij mijn droom ben. 1, 2, 3, yeah! Welkom deze week, een bijzondere weekvlog. Ik ben deze week 3 dagen bij Devoted Life. En dat is een evenement dat ik volg van Ilko de Boer samen met Dolly. Kijk, hier staan ze. Wat we doen tijdens het evenement is weer contact maken met wie jij bent als ondernemer, wat je wilt en hoe je dat doet. Dag 1 wat ik heb geleerd is dat ik de waarheid meer ga spreken. Eigenlijk doe ik dat al, maar nog meer de echte Steven laten zien. Nog meer de struggles laten zien. Nog meer laten zien waar ik tegenaan loop. Omdat ik geloof dat als ik dat doe, dat jij daar veel meer waarde uit haalt. Veel meer mee kan. Veel meer van kan leren. En dat ik jou kan helpen. En we zijn op dag nummer 2. Het was weer een fantastische, gave dag. Een dag die ging over dromen. Over inzichten, over welk droomleven wil je, welke dromen voor je bedrijf. Wat wil je nu eigenlijk in je leven? We hadden een meditatiesessie op een gegeven moment. En tijdens de meditatiesessie hadden we het over... Even kijken, waar staan we ook alweer? Tijdens de meditatiesessie hadden we het over wat is nu je droom? En er kwam geen droom bij mij. Het was een beetje blank en leeg. En ik dacht, waar moet ik nu aan denken? Tot het moment dat ik later met Bianca aan het lunchen was. En toen hadden we het er samen over. En toen kwam ik tot het inzicht dat ik al bij mijn droom ben. Ik leef mijn droom op dit moment. Want mijn droom is om mensen te raken in de inspiratie om een leven te leven waarin je van betekenis bent voor de mensen om je heen. Wat vind je van deze 2 dagen in het algemeen? Ja, tot nu toe vind ik het super inspirerend. Het is, ik zou bijna zeggen mind-blowing. Het is een hele mooie afwisselende golfbeweging van mooie strategieën, diepgang. Vandaag ook met een lach en een traan. There are people around the world who are trying, just like you are. There are people all over the place who are trying to do and be better. You are born to be free! Zo, die foto zit erop. Het was 3 dagen inspiratie. Die 3 dagen inzicht krijgen over wat wil je nu als ondernemer, wat wil je nu als mens. Ik sluit deze weekvlog af met mijn laatste inzicht wat ik op deze laatste dag heb gekregen. En dat is, het gaat om je verhaal. Ga je verhaal delen. Jij hebt een uniek verhaal die niemand anders kan vertellen en de wereld wacht op jouw verhaal. Op jouw beleven, jouw inzichten, jouw hulp. En als je niet je verhaal vertelt, kan je de hulp niet geven die jij te bieden hebt. Je ziet hier achter me allemaal blije ondernemers. Het was een feestje. Het was werkelijk een feestje. En nu is het zaak om door te pakken. Dus ik ga niet alleen mijn verhaal delen, maar ik ga ook een programma maken. Dat leg ik bij deze nu vast. Dit programma zorgt ervoor dat jij werkelijk je verhaal vertelt. Op de enige manier die jij kan. Jouw manier. Dus die ga ik maken de komende weken en maanden. Ga ik ermee aan de slag. Ik hou je op de hoogte in de weekvlog. Ik ga nu lekker naar huis. En ik wens jou nog een hele fijne week. Bye bye.